Hallo, welkom iedereen. Fijn dat u er vandaag weer bij bent voor episode 4 van onze reeks Initiatie in Meditatie met Jana Willems en mezelf Ruben Dorren van De Kleine Bron. Vorige episode 3, hebben we het gehad over vele misvattingen over meditatie. Dat is niet alles wat we in die episode gezien hebben. We hebben ook een mooie oefening gedaan. Er zijn ook andere dingen aan bod gekomen. Dus als je die nog niet hebt gezien, dan is dat zeker een aanrader. Nu gaan we beginnen met episode 4 en vandaag gaan we het hebben over iets anders dat heel veel voorkomend is in ons leven op aarde. Mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en dat is namelijk spiritueel materialisme. Het zal een woord zijn wat dat bij velen al wel is. Veel mensen zullen het al wel eens gehoord hebben. Niet iedereen weet vaak wat het is. En niet iedereen weet vaak dat hij of zij zich eigenlijk bezighoudt met zaken die eigenlijk spiritueel materialistisch zijn van aard. Dus dat gaan we wat nader bekijken. En dan willen we onszelf ook de vraag stellen: wat is nu juist de aard van geest en de geestelijke wereld? Wat is de aard daar juist van? Dus daar gaan we mee beginnen. En dan willen we het ook nog hebben over de astrale wereld, wat dat juist is en wat dat hier ook mee te maken heeft. Dus Jana, heel fijn om jou weer te zien vandaag. Tof dat je erbij bent. Ja, leuk. Ja. Ja, hallo Ruben. Dus dan ga ik aan jou al direct de vraag stellen, als dat goed is. Wat is nu juist de aard van geest en de geestelijke wereld en spiritualiteit? Ja, daar bestaan heel veel misvattingen in. En ook als we kijken, meditatie is een vorm van aandacht. En naar gelang waar je aandacht op richt, kan je daar dieper en dieper inzicht in krijgen. Dat is wat het meditatie allemaal zou kunnen zijn. En in de eerste plaats moet er iets wakker gemaakt worden over de twee werkelijkheden. En de eerste werkelijkheid is de fysieke werkelijkheid, die organisch is en die gebonden is, ja, aan ontstaan en vergaan, vergankelijkheid, zwaartekracht, voedselketen, dat soort dingen echt. En de geestelijke werkelijkheid. En dat is eigenlijk echt onze beleefwereld. Dat beseft te weinig mensen. Totaal is eigenlijk altijd geestelijk. De fysieke wereld neem jij waar via de vijf zintuigen. En jouw zesde zintuig is de mind, het proces van denken en vergelijken. En dat geeft respons en omschrijving van de zintuiglijke wereld, maar ook van je gevoelswereld die op jouw mindset reageert. Nou, die innerlijke werkelijkheid, en dat zien we dan ook in vele religieuze en ja, spirituele esoterische verklaringen, die redeneren eigenlijk zoals de fysieke wereld tijd, ruimte en afstand heeft, gaan die daar dat ook doen. En dat mag allemaal hoor, ik bedoel, met je gelaten, de geesteswereld kan je precies waar je wilt tenslotte. Maar we zien dan ook echt dat juist door die tijd en ruimte en objecten van substantiële aard, materie, ook in de geest te zoeken en te denken dat dat ook zo is, dat is namelijk de oorzaak van psychisch lijden. Namelijk dat mensen blijven geloven dat in hun geest jouw verschijningsvormen, wat dan eigenlijk ook astraal kan genoemd worden, dat wil zeggen we hebben denkbeelden, we hebben woordelijk dat we denken met woorden, maar ook met denkbeelden. En die zijn zelfs sneller en veel groter en inhoudelijker dan jouw omschrijving van woorden. Nou, die denkbeeldige wereld, dat is een andere werkelijkheid, een inwendige werkelijkheid, een psychische werkelijkheid, die heeft geen substantie. En dat is voor mij althans, en ik hoop ook meer en meer, ook voor heel de wereld, een gigantische uitdaging om daarin te verdiepen. En dat wil zeggen, door daar echt naar te leren kijken en bewuster van te worden, ga je beseffen dat jouw psychische strijd, die vaak in het denken vermengd zit, omdat er verlangens en begeerten in zitten, dat die altijd vertrekt van object-subject, van dualiteiten, en
Je reageert op je denkbeelden als zijnde objectieve toestanden, waar je dan ook kan tegenaan lopen als het ware, waar je je slecht kan doorvoelen, waar je door kan gevangen zijn. En daardoor ook, dat ontstaat allemaal, lieve mensen, door het proces van identificatie. Namelijk het zoeken van het ik in de beeldvorming. We moeten daar even bij stilstaan. Ben je mee, Ruben? Ja, inderdaad. Dit zijn thema's die dat toch wel vaak zo is te binnenschieten. En ik ben ook heel blij dat dat nu wat nader verklaard wordt. Dus ja, zeker. Ja. Tot nu toe ben ik zeker mee. Ja. Nou, die neiging van identificatie, waarom hebben we dat? En bijvoorbeeld, je vraagt aan iemand, wie ben jij? En die persoon gaat vertellen echt, ja, waar ze gewoond heeft, en van de familie, en ervaringen, en de positie die jij hebt in die familie en in je omgeving, je culturele achtergrond, dingen die jij hebt gedaan, en dat soort dingen. En mensen noemen dan bijvoorbeeld, als je in de straat woont, mijn straat, dus iedereen woont altijd in jouw straat, dan weten de andere mensen niet dat ze in jouw straat wonen, maar je noemt dat wel mijn straat, mijn land zelf, iedereen woont in jouw land. Dat zijn zo van die ideeën echt die erin slapen. Echt. Omdat wij allemaal de neiging hebben ons te identificeren met wat? Met een omschrijving. Met een herinnering. En identificatie van een herinnering gaat ervan uit dat die herinnering en die identificatie juist zijn. Dat jij dat bent, lieve mensen toch. Dat jij een herinnering kan zijn. Ik weet niet dat je het doet, maar ja, daarbij moet je het ook vaak herdoen. Op duur word je er ook ziek van, omdat je denkt dat je een herinnering bent. Dat is zoals een acteur die zegt, ik ben de film. Nee, toch niet. Je hebt in de film meegespeeld, maar je bent niet de film. En als we die acteur op het scherm zien, moet je daar niet meer gaan praten. Dat is gewoon film. Maar zo ook heb je van binnen een film. En als je begint te beseffen dat er geen acteurs zijn... Sorry. Er zijn geen acteurs. Het is geen objectief beeld. Het is iets totaal anders. Dan kan je ook nog jezelf zien. Ja, je kan je ermee identificeren. Je hebt God gezien. Ongewoon gesprek met God. Nou, dat is dus ongewoon. Dan je praat met jezelf. Sorry. Ik heb vreselijk veel humor. Maar ja, die humor komt vanzelf, vind ik altijd. Als je begint dingen te zien, gewoon van, oh, het is eigenlijk tragisch ludiek. Ik heb het nogal gezegd, dat ga ik nog vaak terugzeggen. Op de ene kant heb je heel je leven last gehad van al die denkbeelden. En aan de andere kant begin je te beseffen dat het alleen maar beelden waren die jij projecteert. Jij beweegt je psychologisch, spiritueel in een denkbeeldige wereld waar jij de orchestratie van bent. Nou, dat is toch al een reden om er aandacht aan te scheppen. Want als dat dan leuk is, ja, dan is het gewoon meegenomen. Zeg, nou wat leuk, ik zie mij nou allemaal schaterlachen. Maar als het dan niet leuk meer wordt, en je gaat je helemaal vastdenken met allemaal nare gedachten en vreselijke toestanden, omdat je nog in strijd bent met je eigen mindset, met je manier van denken en motiveren, en hoe dan je naar de fysieke wereld kijkt, en hoe dat die mensen niet doen wat jij wil, en dat je dan je psychische wereld dan vreselijk tekeer gaat, waar jij slachtoffer van wordt, ik ga het nog eens herhalen, omdat je vaststelt in de fysieke wereld, mensen niet doen wat jij wil, wat toch logisch is, en hopelijk ook zo echt is, en dat je er blij mee bent, van oh, gelukkig doe je niet altijd wat ik wil, want anders ja, dan ben jullie allemaal robotjes en zo, dan heb ik er ook niks meer aan, dus doe gewoon lekker wat jij wil, echt, en we zien wel. Maar nee, bij mensen gaat het dichter naar ze baan komen. Willen ze hebben dat je gaat doen wat hen willen. En die vinden dat allemaal niet onderbaan. En dan krijg je psychische ellende van. Want ja, die doen toch niet echt wat jij wil. Nou, ik moet weten. Vreselijk om lachen. En dan krijgen van binnen jou echt... Ja, innerlijke cinema, echt die astrale cinema die je gaat herhalen. Waarin je al die poppetjes moet laten dansen zoals jij het wil. En dan kan je nog opleiding volgen dat je denkt, nou als ik hier laat fixeren, dan gaat het wel lukken, dan gaat ze allemaal doen wat ik wil.
Vroeger noemden ze dat zwarte magie. Kan je nagaan, daar kan je er veel geld voor betalen. Dan noemen ze dat van alles en nog wat. Maar eigenlijk is dat een vorm van zwarte magie. Jij wil, I put a spell on you, cause you're mine. Dus dat is wat mensen willen. Maar dat wil ook zeggen dat ze die denkbeelden, dat doe jij in de eerste plaats jezelf aan. Ja, je zendt het wel uit, maar het heeft geen vat of controle. Misschien wel invloed, dat wel. Maar geen vat of controle, want het zijn beelden. Zoals je met je gsm beelden binnenkrijgt. Je kan chatten met je gsm. En de dag dat je denkt dat er iemand in je gsm zit, dan moet je je laten opnemen. Je hoort ze wel, je ziet ze wel, maar er zit niemand die in. En dat is ook met die denkbeeldige astrale wereld, maar ook met de deeper secret of yourself. Jij denkt eigenlijk tot hiertoe dat jij het object het zelf bent. Als mensen spreken over een uittreding, dan denken ze dat ze er in en uit gaan. Een uittreding is het besef dat je er nooit hebt in gezeten. Geest zit er niet in en uit. Sommige mensen in meditatie zijn bang. Ja, je moet oppassen hoor, want als je eruit gaat, kan je er nooit meer in. Dat is geen stuk chocolade dat er in en uit gaat of zo. Dat is geen object. Dat is geen weet ik wat. Nee, dat is gewoon ja, bewustzijn, dat bewust wordt van een andere laag, wat niet tot materie behoort echt. Het is een stuk ontwaken dat er gebeurt. En ja, dat ontwaken kan heel groot zijn, van de dag dat je begint te ontdekken wat geest dan wel kan zijn. Ja, er is al één ding dat in mij te boven komt dat ik graag zou willen vragen daarover. Wij leven sowieso in een, allez, het Westen toch, in een samenleving waar dat denkkracht heel belangrijk is, hè, waar heel vaak de nadruk wordt gelegd op denkkracht, hersenen gebruiken, goed dingen kunnen onthouden, kopiëren enzovoort. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld in ja, een verstaande wetenschap en technologie enzovoort. Maar vaak wordt er heel weinig aandacht besteed aan ja, de emotionele aspecten van het leven, gevoelsmatige dingen. En het lijkt alsof we naar de toekomst toe nog meer aan het sturen zijn naar de nadruk leggen op denkkracht en gedachten en je hersenen gebruiken en je hart, dat maakt eigenlijk niet uit, niemand weet er iets over. Dus het voelt voor mij een beetje, ja, ik heb het gevoel dat wij al een beetje uit balans zijn op dat vlak, al wat te veel de nadruk in onze maatschappij leggen op de hersenen, te weinig op het hart, maar dat we daar ook nog eens extra naar de toekomst naartoe willen gaan. Is er iets wat je daarover kan zeggen? Nou, als we spreken over de goede oude tijd, die bestond nauwelijks of nooit. Dus in die zin eigenlijk dat mensen hun verstand meer gaan gebruiken, nou, ik hoop het. Ik hoop het echt. Maar er is veel oefening voor nodig, echt, omdat ook op psychisch niveau, daardoor op psychologisch en daardoor op psycho-emotioneel te leren doen, want die dingen staan niet los van elkaar. Kijk, wat zijn emoties, wat zijn gevoelens en hoe verhouden ze zich tot ons denken? De dag dat wij beginnen te beseffen dat onze gevoelens wat diepere respons geeft op een heel intelligente manier dat vaak het denken overstijgt, dat dat een heel andere bron komt. Ja, dat is altijd, als jij spreekt van, nou ik voel me zo en zo echt, of bij die en die gedachte krijg je dat gevoel. Jouw beleving is het gevoel. En het gevoel, dat noemen we dan de ziel. En dat je zegt, er bestaat geen ziel, nou, dan bestaat je gevoel ook niet, dan bestaan je ook niet. Maar dat gevoelsbewustzijn is een op zich intelligentie die veel ouder is dan jouw geconditioneerde denken waar je nou mee rondloopt. De emoties is een ander aspect van je lichaam dat op korte termijn reacties, emoties zijn korte termijn reacties, gevoelens zijn lange termijn, diepe reacties. Die reageren op jouw astrale wereld, jouw denkwereld, emoties ook. En dat wil zeggen, als jij je verlekkerd voelt op, oh, straks gaan we lekker dit en dat, dan weet ik wat doen, en jij vindt dat geweldig, dan krijg je nou al emoties van, oh jee. En als je zegt, jij moet straks naar de tandarts, ze gaan een vreselijke kies uitboren, en oh, ik ben er echt vreselijk benauwd van, krijg je ook emoties, en dan kan je daarachter ook nog gevoelens krijgen, oh nee, ik wil weg, 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 ja, niks ervan. En zo van die dingen.
Wat eigenlijk puur op suggestie berust, echt, want op die moment is er al niks gebeurd. Dus in die zin eigenlijk is ons verstand gebruiken, en wat ook eigenlijk, als we dat uitleggen op zielenniveau, dan kunnen we dat de verstandsziel noemen, een aspect van ontwikkeling. Ja, er is uitermate veel de wereld naar belangrijk om niet altijd in een emotionele rollercoaster terecht te komen met heel de community echt van zeggen van, nou, we zien dat op onze bomen niet en we worden allemaal angstig en gek en vreselijk onrustig en noem maar op. Niet door wat er is, maar door onze mentale, ja, gebrekkige redenatie, echt dat alle kanten uitswingt. Dus in de meditatie is ook het stabiliseren van het denken, tot rust brengen, maar daardoor ook dieper kunnen concentreren, en dat vraagt echt discipline, is cruciaal om in die twee werkelijkheden door te dringen, hoe dat de een verhoudt tot de andere. Ja. Dus ik hoop dat mensen meer en meer echt verstand gaan leren, ontwikkelen en benutten. Moet je rekenen, je redenatievermogen. Mensen die zeggen, nou, dat weet ik allemaal al. Oh, dat heb ik al eens gelezen. Oh, dat lulul. Die hebben allemaal heel snel conclusies. Maar die kijken niet lang hoe dat dingen werken. En dan heb je van, ik geloof het wel, ik geloof het niet, maar ik zoek het niet uit. Dat is echt een 2D-mindset van, ja, dualiteit. Vind het leuk, niet leuk en ben er klaar mee. 3D... Maar dan echt inhoudelijk 3D, want het ego vult 3D op. Dat wil zeggen, er is een noemelijke ruimte van mogelijkheden, werkelijk, hè, want 3D is ruimte. En om die te onderzoeken, moet ik eigenlijk mijn 4D ontwikkelen, wat zegt mijn relativiteitsvermogen, te kunnen relativeren echt tussen die twee werkelijkheden, de geestelijke en de fysieke, en hoe dan het een op het ander invloed uitoefent. En dan is het begin met het niet weten, dat je begint dingen echt met aandacht, wat meditatie ook is, te leren ontdekken. Maar daarin wordt de power of the mind gevormd, die leert door observatie iets vast te stellen en niet door veronderstelling. Dus dit moet ik echt goed plaatsen. Dus leren te ontwikkelen, wijsheid ontwikkelt zich door zuiver observatie, waarneming, en niet door veronderstelling. De 2D doet veronderstellingen. De 4D doet observatie. En de 5D gaat het gevoel eenmaal laten doorsijpelen, doorgroeien in die observatie, in die waarneming. Dan ontstaan er eenwordingsgevoelens. Dan is de andere shift in het brein echt, dat jouw chakra en al die energieën en al die zaken echt, dat er bewustzijnsverruiming ontstaat echt. En dat het hart en het hoofd optimaal gaat samenwerken, omdat jij verbindt met die waarneming. Het is geen mechanisch gebeuren. Het is niet uit gewin of verlies. Het is niet meer uit angst dat jij waarneemt. Maar het echt commitment uit liefde. Dat je echt in liefde leert waarnemen. En daar moet echt die 4D of die mind echt geupgraded worden. Om dat onderscheidingsvermogen en langdurige discipline en concentratie aan te leren. Om echt een grote beweging gaan te slaan. Hoe dat causaliteit op elkaar allemaal inwerken. Maar ja, als je dat niet doet, kan je wel veronderstellingen maken. Ik geloof het wel, ik geloof het niet. En met groepjes gaan doen. Maar je kijkt niet. Het gaat nooit weg. Ja. Dus eigenlijk, op dat moment, de mensen die zoiets doen, ja, die zitten op dat moment eerder in een 2D-mindset dan de 5D waar dat ze denken dat ze in zitten, hè? Vaak. Kijk, wat is heel logisch ook, Ruben. Dat is heel logisch. Want kijk, mensen noemen dat zo niet. En het is ook zeker spiritueel geëngageerde mensen gaan die zeggen, nou, ik weet het ook wel, hoor. Dat is gewoon 2D. Ik heb een filmgeconditioneerde opname. En daarin loop ik weer rond echt. Maar het probleem is zo, dat zelf het begrip conditionering is niet echt mens eigen. Zelf zeggen, ja, maar dat weet ik wel. Maar je weet het nooit genoeg. Nee. Want zelf spiritueel, veel mensen gaan mediteren om daarin te gaan ervaren wat ze voorop hebben gesteld. En dat is typisch 2D. Echt mediteren, ga je niet kijken wat je hebt voorop gesteld. Kijk, als je begint te beseffen, er zijn ook mensen die zeggen, ik kan niet goed mediteren, ja, dat is niet voor mij, ik word gewoon gek. Nee, lieve mensen, je ontdekt dat je gek bent. Dat is een begin van genezing. En dat wil zeggen, als jij begint te beseffen, lieve mensen, toch, dat raakt me zo. Als jij begint te beseffen, dat je zwant jezelf, van je familie, van je ouders, van elke potentiële partner, of de partner die je al momenteel zo gezegd hebt, want je hebt niks, maar je denkt dat je dat hebt.
dat je er voorstellingen van maakt. En vanaf je van iemand een voorstelling maakt, ben je met die voorstelling bezig. Met de voorstelling. Maar niet met de werkelijkheid. Je ontmoet elkaar niet meer. Je bedenkt elkaar. Je hebt elkaar gekneed, gemanipuleerd tot een residu van jouw verwachtingen of ook teleurstellingen. Maar je luistert niet echt meer. Er is niet echt, liefde gaat dan weg. Mensen gaan uit elkaar weer uit. Ja, de liefde is weg. Alsof dat er echt ja, iets gaan lopen is uit het huis. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is hoor. Maar de liefde is helemaal weg. Ja, dan moet hij die gaan zoeken elders. Want ja, kijk lieve mensen, liefde komt en gaat niet. Jij bent de liefde en je zit in die aandacht van werkelijke verbinding, wat de vijfde is. Of elkaar liggen verzinnen, wat de tweede is. Mm-hmm. Zonder dat jij nog echt voelt en luistert. Mm. En hoe erg dat is, dat het zelf naar jezelf kan zijn. Je kan jezelf ook kapot gaan verzinnen en analyseren. Dan weet je het allemaal niet meer. Mm. En zonder dat je het weet, ga je dat mee op de wereld doen. Platvloers of niet echt, maar ja, hoe ga je het doen? En dat gebeurt altijd maar. Daarmee ook deze reeks. Om daar het beseffen wat meditatie niet gewoon is om je lekker te voelen. Niet lalalantisch. Niet een fucking mantra opzeggen in de hoop, dan gaat alles wel voorbij. Maar gewoon een afleidingstechniek. Dat leren we de kleutertjes ook. Ja, als je die kant wil blijven uitgaan, mij niet gelaten hoor. Ik ga niet zeggen wat jullie moeten doen. Doe wat jullie willen. We zijn alleen samen aan het kijken hoe dat dingen gebeuren echt. En hoe dan je daar dan, als je dat begint te beseffen, mee kan gaan leren werken. Maar dat is, ja, zolang je een afleiding zoekt van je echte zelf, ga je het nooit weten, toch? Is toch simpel? Ik herinner mij, ja, ik mag het bijna niet zeggen, een gesprek met iemand die geïnitieerd was in een bepaalde strekking, waar het meditatie hoog vaandel draagt. En die betrapte zich op het uitspreken van een begeerte. En die begon spontaan een mantra op te zeggen, te reciteren, om zichzelf te hypnotiseren. Want ik mag daar nooit meer uit op zeggen dat ik eigenlijk liefst die tannes aan het doen dat ik nou aan het doen ben. En ik vond het zo erg voor die mensen. Ik nou, wat erg dat jij ontdekt hebt dat je iets anders wil dan het voorgeschrevene. Ja, want ik leef in een familieverband en dat is al generaties dat wij ingelijfd zijn in die orde. En wij mogen alleen maar dat doen en wij moeten dat doen en ik moet mij eraan houden. En ik denk, ja, dat is heel erg voor jou. Jij denkt dat alleen maar. Jouw ziel wil duidelijk veel verder doorgroeien en andere dingen uitdrukken. En als je dat niet ziet, dan de meeste mensen in religie beoefen je een oud idee. Religies zijn dood. Religies zijn dood. Dan moet je mij niet verdoden, maar het is de inhoud. Religies zijn dood, dat is dode materie. Het zijn dode ideeën en conclusies. Echt waarlijk religieus zijn, is je tot het leven verbinden. Dat is tot liefde, dat is tot de werkelijkheid van wat zich nou weer voordoet. En hoe dan we er nou mee omgaan. En in dat nu is er iets heel mindblowing, verfrissend echt. But it's all now. En om het nu te kunnen zien, mogen we geen voorstellingen maken. Geen doctrines, geen heilige huisjes hebben. We moeten naar alles durven kijken, zoals ja, een goede kennis van die dingen, echt een topwetenschapper, chirurg, echt. Ja, wat die doen, is echt kijken en die veronderstellen, ja, het zal zo wel zijn. Nou, je veronderstelt aan je patiënt dood. Maar echt kijken wat er nou gebeurt. Dat vind ik geweldig. Daar heb ik ontzag voor zo'n mensen die dat echt durven en doen en daar elke dag opnieuw mee bezig zijn. Verzin niks, kijk wat er is, daar gaan we het mee doen. En alle parameters blijven in de gaten houden en zien waar we aan het doen zijn. En voor mij is dat ook meditatie en ontwikkeling en bewustwording. Zie nou wat er werkelijk gebeurt en stop met die machtspelletjes en dat verzinsel. En ja, kijk, al wat je aan anderen toe is, doe je ook jezelf aan. Dus moet je goed over nadenken waar je allemaal in je hoofd haalt, toch? Ja, inderdaad. Dat is ook iets wat ik een jaar geleden of zo... Ongeveer, plotseling, had ik een ingeving. Ik had zoiets van, ja, ik heb me nu jaren bezig gehouden met informatie verzamelen, proberen mijn kennis te vergroten enzovoort. En op een bepaald moment had ik zoiets van, ja, ik voel gewoon, en ik weet niet waarom, dat de volgende stap is om dat allemaal los te laten. En ik begrijp dat als je heel veel conclusies maakt enzovoort, dan sta je ook niet meer open voor wat de werkelijkheid. Want je hebt je eigen ideeën en je ziet niks meer na een tijd. En oké, ja, bijvoorbeeld, ik doe ook psychologische counseling online. Ja, ik merk nu met mijn al een beetje vernieuwde
manier van in het leven staan, dat ik soms niet direct een antwoord heb of zo, omdat ik mij niet vasthoud aan theorieën. Dus dat merk je wel. Maar ik merk ook dat het veel echter is en realistischer. Dat was op zich op dat moment iets vreemd, want het voelt in een wereld als deze niet altijd logisch om je kennis los te laten en zo. Maar dat is toch iets wat dat bij mij ervoor heeft gezorgd dat, dat ik terug echt op een veel aangenamere manier in het leven kan staan. Ik kan het niet per se echt goed uitleggen, maar ik zie het leven gewoon meer echt zoals het is. Dus ik ben het volledig eens met wat je zegt tot nu toe. Voor mijn gevoel, als je conclusies maakt, dan sta je stil, maar het leven staat niet stil. En dan ga je ook niet meer mee met het leven en dan sta je niet meer open voor de werkelijkheden rondom je. Dat was eventjes mijn persoonlijke inbreng. Ja, dankjewel daarvoor. Ja, kijk, we worden geïndoctrineerd van kinds af aan om theorieën en verhalen ons eigen te maken en ons daarmee te bekleden, te identificeren. Als we werkelijk meditatie die kan leiden tot bevrijding van psychisch lijden, ervoor openstaan dat zowel het lijden een feit is, is psychisch lijden ook een feit, maar ook de weg naar psychische bevrijding is ook een realiteit, maar dan moeten we ons durven van al die verhalen losmaken. En dat vind ik zo droevig, dat heel veel richtingen jullie nog meer verhalen op de maan gaan spelen en denken dat dat dan goed is en dat is de weg de meeste B, omdat de meeste mensen daarvan blijven doen. Ja, dat verkoopt het beste. Maar lieve mensen, willen we de aard van de geest ontdekken, wat niet substantieel aan tijd en ruimte gebonden is en daardoor ook niet aan het lijden, moeten we op de geest gaan mediteren. En dat gaan we dan ook wel eens even doen. Dat klinkt goed. Ja. Ja. Dus we zitten hier, ieder van jullie, thuis, hoop ik, of ergens. En we houden de ogen op een spleetje open. We hebben dat in de vorige reeks ook al wat uitgelegd. Als je gewoon dicht doet, ga je makkelijker terug in je droomwereld gaan. En er zijn ook in de latere sessies gaan we daar ook wel mee werken. Maar we gaan eerst nou proberen daaruit te blijven. Om de leegte te vergewissen of te ontdekken. Dat wil zeggen, clear your mind, het bewustzijn dat het denken loslaat. Geen verhaal. Just, ik zit. Je luistert naar je ademhaling, die langs je neus in en uit gaat. En die leegte die een natuurlijke verstilling teweeg brengt, want je gaat naar iets kijken en voelen wat geen verhaal is. Voel wat er hier gebeurt, als je al je verhalen, je streven, je strijden, je verlangen, je verleden, je identiteit loslaat. Met andere woorden, dat je ook al je angsten en begeertes loslaat. Ademhalen. En zitten. Geen voorwaarden, geen voorstellingen. Aan niets gebonden. Ademhalen. En zitten. Bewustzijn heeft geen tegenstelling.
In deze beoefening ontdek je dat bevrijding van psychisch lijden een mogelijkheid is. Als je alle voorstellingen het verwachtingen zijn en verwachting is altijd strijd in lijden loslaat, ontdek een totaal andere dimensie die niet uit de dualiteit of lijden is opgemaakt. Je ontdekt de natuur van de geest die aan niets gebonden is en daardoor bevrijd is van dualiteit en lijden. Zo zien we dat we zelf op korte manier vrij vlug gaan tot de toestand van nirwana of bevrijding kunnen komen van lijden. En zo ontdekken we ook, als we dit vaker doen, intenser doen, dat we ook bewust worden het onderscheid te maken in de innerlijke werkelijkheid tussen de ware natuur en tussen onze denkbeelden. En vanuit dat onderscheidingsvermogen kunnen we daardoor onze mind gaan leren resetten. Clear your mind. Zodat gedachte en motivatie wordt gezuiverd voor het welzijn van alle levende wezens. Geen haat, geen agressie, geen discriminatie, geen naijver of jaloersheid. Maar een mooie motivatie waardoor we onze intelligentie gaan ontwikkelen in al wat we doen, om wetenschap, technologie, samenleving, communicatie en vaardigheden zo gunstig mogelijk ten dienste te stellen van de wereld. En zo zien we dat onze grote helderheid, onze innerlijke computer van de mindset en voorstellingen, tot de juiste manier kan resetten. En als we op die manier met die motivatie ook leren onszelf te reinigen zoals je ook je lichaam reinigt, kan je daardoor ook je geest, je bewustzijn gaan reinigen. Met de juiste visie. De visie van helderheid en leegte. Dat zich niet aan astrale verhalen gaat vastkleven. Dat geen heilige huisjes terug gaan opbouwen. En geen idee van ik ben de verlichter en jij niet en dat soort rotzooi. Maar het is allemaal 2D-opname van iets waar eigenlijk waar je best gewoon niet over praat. Maar laat ervaren. Want nogmaals, meditatie is een ervaring. Een ervaring is het bewustzijn dat loskomt van vooropstellingen. En er zit altijd schoonheid in. En die schoonheid ziet wijsheid en ontwikkeling. Wie wil dat nou niet? Toch? Ik wil alvast de leegte proberen omarmen hierna. Ja, en loslaten. Dankjewel, Jana. Ja, graag gedaan. Goed. Hopelijk heeft u genoten van deze episode nummer 4 van onze reeks Initiatie in Meditatie. Zoals altijd, de meeste van jullie zullen waarschijnlijk al wel de afgelopen afleveringen gezien hebben. Maar als u deze video liked, als u een comment zet op onder de video of als u abonneert op ons YouTube-kanaal, komen wij in een interessanter algoritme terecht, wat er ook voor zorgt dat wij een breder publiek kunnen aanspreken. Dus heel fijn als u dat zou kunnen doen. En voor de rest bedankt om te kijken. En dan zien wij jullie heel graag terug tijdens een volgende episode. Dus tot dan. Ja. Oké. Doei. Dag lieve. Tot ziens.